Hallo beskikkers, ja ik sta nu bij Loetje. Ja, Loetje is in Maastricht en die gaat vandaag open. En weer magen even een kiesje gaan nemen bij Loetje en in de keuken. Wat is Loos in Maastricht? Wat is Loos? Hij bij Loetje, hij in Us Maastricht. Oh, ik weet wat Loos is in Maastricht. Hoi Jeffrey, welkom bij Loetje Maastricht. Ja, dag Robin. Eindelijk hi. Loetje in dus schoenen Maastricht. Ja, zeker. Voorzien jullie erg blij met. Ja, super. Ja, nee, is dat Mike? Ja, Mike. Ja. De regiomanager. Ja, dat klopt. Ik ben Mike, regiomanager van het Zuiden. We doen onder andere Happy Italy en Loetje. En ze zijn ook hier neergestreken. Dus ja, welkom. Ja, eindelijk in Maastricht. Het heeft lang geduurd. Het heeft lang geduurd, maar ja, hè, soms wordt het wachten beloond. We zijn uiteindelijk in Eindhoven natuurlijk een beetje gestrand in het Zuiden. En nu eindelijk doorgepakt. En we zijn ontzettend blij dat we op deze mooie plek mogen zitten. Ja, super. Ja, jullie hebben een enorm succes, hè? Ja. Heel wat filialen. Hoeveel hebben jullie er eigenlijk? Op het moment, dit is nummer 33. Er komt over een maandje 34 aan Zeist en dan einde van het jaar nog Hilversum. Dus we pakken lekker door. Dus het gaat lekker. Ja, hartstikke super. Ja, en we zagen de vorige keer, jullie staan gewoon nummer 1. Jullie hebben gewoon McDonald's en Van der Valk verslagen. Ja, nou, daar zijn we natuurlijk super trots op. We blijven natuurlijk altijd stabiel qua gastbeleving, kwaliteit. Ja, gasten weten ons te vinden. Ja, en uiteindelijk resulteert het in een prachtige omzet. Ja. Ja, en wat is nou eigenlijk het geheim van Loetje? Het geheim is denk ik de gastbeleving. Er hangt een bepaalde sfeer die je alleen bij Loetje vindt. Kwaliteit, grote porties. Ja, het is eigenlijk gewoon een feestje. En daar komen mensen voor terug. Ja, super. Ja. Ja, nee, je gaat nog even vanuit Maastrichtse, want Robin is een echte Maastrichtse naam. Ja, zeker. Ja, hartstikke leuk. Ja, die gast zei Loetje. Ja, ik vond het een beetje leiden. Leiden allemaal, hè? Ja. Ja. Ik ben assistent locatiemanager van deze vestiging en per vandaag gewoon voor lekker starten. Dus we hebben heel veel zin erin. Ja, dat heb je gezien. Ja, heel veel reacties, hè? Zeker. Wat vindt ze zelf van Loetje? Ja, een fantastische zaak. Anders zou geen eten stonden natuurlijk. En ik denk, wat past nu beter bij Maastricht en een lekker busstukje met een glaasje wien of beer erbij. Ik denk dat het een perfecte aansluiting is. En we zien al jaren aan het zoeken naar een schone locatie. En we hebben het nu gevonden. En we hebben een heel erg leuk team. Dus we zien er naar Oedem vandaag open te maken gewoon. Ja, maar ja, Loetje staat niet alleen bekend om de biefstuk. De kind zou ook andere dingen eten natuurlijk. Zeker. Hè? Ja, we hebben van alles. Van carpaccio tot aan een lekkere hamburger. Een satéke kind zij eten eigenlijk van al. En voor ieder gaat. Super. Ja. Ja, we gaan even kieks nemen in de keuken en dan vandaag is big opening, hè? Ja, zeker. Ja, al, in augustus. We hebben er lang naar uit gekeken en nu zien we eindelijk klaar. Dus ja, wie zijn met reserveren? Volgens mij alles vol, hè? Vandaag zien we sowieso al vol en voor de rest van de week ziet het er ook heel goed uit. Dus, Nou, binnenlopen kan altijd, hè? Ja. Ja, gewoon binnenkomen, tuurlijk. Dus, ja, je kan zelfs even moeten wachten, maar achter. Drankje aan de bar, bitterballetje en dan gaan we zitten. Oh, ja, natuurlijk. Maar, gezellig. Dus, beste kiekers. Gehoord het, hè? Vandaag zien ze open, hè? Of ze gewoon open vandaag. Wilt je een lekker biefstukje proeven? Ik zou zeker komen. Veel goedemorgen trouwens. Dus, maar we weten al wie het smaakt, want we gingen altijd naar Eindhoven. Ja, dat hoeft nou niet meer. Nee. Gezellig. Lekker door naar Maastricht. Lekker door. Hey, goed naar de zeker Maastricht. Ja, kun je ons vertellen wat je nou aan het doen bent? Ja, zeker. We gaan eigenlijk nu twee biefstukken bakken. Twee biefstukken van 195 gram. Dat is eigenlijk onze klassieke biefstuk. Die we voor het grootste gedeelte... ook aan de gasten verkopen, die wordt het meest besteld. We bakken in de margarine ongeveer 80 gram per biefstuk, dus dat is behoorlijk wat. Laten we de pan goed heet worden en dan gooien we de margarine in de pan. Biefstuk heb ik hier klaar liggen. Wij doen altijd twee kanten zout, één kant peper. En dan wachten we eigenlijk totdat één gedeelte van de pan heet is, zodat we de biefstuk alvast in de pan kunnen doen. We laten niet de hele klomp boter uitbruisen. Dat doen we eigenlijk alleen op het moment dat de pan vol is, dat we vier biefstukken tegelijk gaan bakken. Maar nu gaan we eigenlijk er al eerder in gooien, zodat dit gedeelte heet is. En hier smelt nog de klomp boter, zodat we wat langer de tijd hebben om op hoog vuur te bakken. Zodat we de biefstukken goed aan kunnen schroeien. En die vele boter, dat is eigenlijk het lekkerste, de jus, ja, hè? Precies, ja, ja. Klopt. Dus we laten hem mooi goudbruin bakken, zodat die, al die smaken komen er lekker in. Maar eigenlijk de kunst is om niet te hard te bakken, niet te zacht te bakken.
Ja, om toch eigenlijk wel die mooie goudbruine jus voor elkaar te krijgen. Hoeveel biefstuk heb je al gebakken? Nou, ik doe het zelf al 15 jaar, dus ik denk een paar duizenden zijn het er al wel, ja. En eigenlijk is het gewoon die biefstukken lekker laten liggen, niet te veel meer spelen. Zodat hij lekker die mooie krokante korst krijgt die we willen hebben. Mooi krokant van buiten, hard gebakken en medium rare van binnen. Ja. Vrij rood. Ja, een biefstuk helemaal doorbakken is gewoon, dat is eigenlijk geen biefstuk, hè? Nee, wij serveren hem standaard medium rare. Dus in principe vragen we ook niet aan de gasten hoe ze hem gebakken willen hebben. Wij vertellen eigenlijk, wij serveren hem standaard medium rare, omdat wij hem zo het lekkerst vinden eigenlijk. Ja. En 90% die eten we nou ook medium rare. Willen ze medium plus, ja, geen probleem. Doorgebakken kan ook, maar liever niet. Eén kant is mooi geschroeid, dus dan draaien we hem om. En je ziet aan deze kant is nog steeds die klomp boter die aan het smelten is. Nu kunnen we hem nog steeds lekker op hoog vuur laten bakken. Zodat hij mooie bruine korst krijgt. En die boter rechts die bakt dan niet aan eigenlijk? Dat is nog steeds in het proces dan? Ja, precies. En als we er dus 3 of 4 bakken, want we bakken maximaal 4 biefstukken in een pan, ja, dan laten we hem helemaal uitbruisen. Omdat we dan de hitte nodig hebben die in de pan zit. Dus dan heb ik hier ook 2 biefstukken liggen. Ja, dan heb ik niet die klomp boter die nog aan het smelten is. Ja, dat is dan te koud, dan moet ik een hete pan hebben. En hoe weet je nou wanneer die klaar is? Inmiddels zijn het er al een paar duizend geweest, dus heb ik ook wel een beetje gevoel van timing. Maar goed, je kan het ook goed voelen. Dus op een gegeven moment gaat hij licht veren, dus komt hij licht omhoog. Dan zit hij tegen het rode, tegen medium rare aan. En zeker voor de mensen die wat meer onervaren zijn, gebruiken we gewoon een prikkertje. Dan steken we een prikker in. Ah, oké. En die laat je er even 10 seconden in zitten. Dan voel je op je lip. Nou, deze is ijskoud. Ja, dan is hij nog te rood. Maar op het moment dat de kou er net vanaf is, dan is hij medium rare. Dus hij moet niet warm zijn. Op het moment dat hij warm wordt, dan krijgt hij garing. Ja. En dan wordt hij naar medium, dan gaat hij naar medium plus. Doorgebakken. Dus eigenlijk leren we nog iets van jou, hè? Ja, zeker. Ja. Nou, dat is eigenlijk zorg dat je hem goed laat afkoelen. En op het moment dat je hem goed af laat koelen, komt er ook lucht in. Eigenlijk moet je hem bijna niet meer horen sissen op het moment dat je uit gaat scheppen. Dus je wilt dat hij zover is afgekoeld, dat hij op het moment dat hij op het koude bord komt, dat die hete jus niet in één keer doodvalt. Dat we die mooie schuim erin houden. Gieten we hem er lekker overheen, tikken we op het eind, zodat de randjes schoon blijven, bijna schoon. Dat is de biefstuk van Loetje. Ja, ik heb zoals gezien, de kok heeft dus uitgelacht wie nu eigenlijk het bekende biefstukje van Loetje gemaakt wordt. Ik heb het proces gezien en nu. We biechten hier om te maken proeven. Hey, groen, hey, in Maastricht. Dus dat gaat al. Gewoon heerlijk. Dus, snel, Loetje bellen en reserveren. Oh, ik weet wat los is in Maastricht.